Ik ben Kathleen Kools, tandarts. Ik ben geboeid door alles wat te maken heeft met welzijn en gezondheid. Ik geef les aan het zevende jaar tandartsassistentie en ik geef het vak tandtechnieken. In het vak tandtechnieken leer je alles over onder andere de morfologie van de tand, anatomie van de schedel, prothesewerk, radiologie en zo verder. Daarnaast krijg je ook het vak kantoortechnieken, toegepaste psychologie en toegepaste wetenschappen. Daarbuiten ga je ook nog heel wat uren stage lopen in een tandartspraktijk om de knippen van het vak onder de knie te krijgen. Je gaat daar leren patiënten onthalen, afspraken regelen, medische dossiers beheren, voorlichting geven. En ook ga je assisteren in de voorbereiding van de materialen en in de behandelingen zelf. In het zevende jaar tandartsassistentie gaan ze hier in de campus zelf de lessen krijgen, de theoretische lessen. Daarnaast gaan ze ook praktijklessen krijgen hier binnen de school. En gaan we aan projecten werken in een kleuterschool bijvoorbeeld. En dan daarnaast ook de stage lopen in een tandartspraktijk. De meeste leerlingen die stage lopen, die krijgen een werkplaats aangeboden op hun stageplaats. Door het grote tekort aan de tandartsen en ook de grote vraag naar tandheelkundige verzorging is ook de vraag naar de gekwalificeerde tandartsassistentie erg groot geworden. Als je een diploma secundair onderwijs hebt behaald, dan kan je starten met deze Sensei-opleiding. Sensei betekent secundair na secundair.